Hallo allemaal, vandaag ben ik hier niet alleen. Het zit zo. Hallo. Hij is er ook. Ja, ik ben er ook. Maar weet je waarom we hier zijn eigenlijk? Om die twee anderen te dumpen hier. Ja, we... ja, nou, het zit zo. We zijn dus op vakantie, hè? We zijn op vakantie. Ja. Waar zijn we op vakantie? Weertherbergen. Weertherbergen. En waar ligt dat? Weertherbergen en Weert. En Weert. En Weert, Weert. Klinkt logisch, hè? We zijn Weert. Weertherbergen en Weert. Ja, Weertherbergen. Weertherbergen en Weert. Maar we zijn hier voor vijf dagen, vier nachten. Vier nachten, ja. Ja. En we gaan hier van alles en nog wat beleven. Sowieso. Ja. We nemen jullie mee. Oh, zover het kan, zover het kan. Ja, ja. Kijk dat hij onder water kan. Ik heb een andere camera nog. Ah, oh ja, dan gaan jullie ook mee onder water in het zwembad. Ik laat jullie de woningje een beetje zien, een klein huisje. Niet heel speciaal. Jullie de bodem van de vijver misschien al zien? De vijver, ja, die is ook heel mooi. We hebben hier mooie eendjes, lekker eten, lekker drinken. Ja. Het was fantastisch, jongens. Het was fantastisch. Laten we gaan naar het huisje. Godverdomme. Nou, hier zijn we bij het huisje. Jimmy is er al. Hallo. Hij was wat sneller dan mij. Ik ben niet zo snel met lopen. Maar het is niet heel groot, het heeft een mooi schuin dak. Ja. En het is een lampje, het heeft een picknicktafel, het heeft zo'n ding voor een parasol. Parasol. Het heeft stoeptegels. En ik neem hier even mee naar binnen, dat is leuk, dat is mooi, dat is mooi. Ga je maar kijken. Kijk, het is heel mooi hier, allemaal betegeld. Allemaal betegeld. Hier hebben we een open haard. Hier hebben we twee stoelen. Twee dames, ja, die moeten mee. Kijk, een schilderijtje. Een mooi lampje. Een tafeltje. Ja. Nou, hier hebben we een mooi tv'tje met dvd-speler. Hier zit ook nog mensen erg. Hier hebben we een ding voor in de open haard. Ik had eerst een we zijn onderweg langs een gamewinkel gegaan. Heb ik me even vier spelletjes gehaald voor de PlayStation 2. Namelijk Trillville. Even kijken wat het nog mee gaat. Kijk, ik kan het nou ook zien, man. The Getaway. The Getaway Black Monday. En True Crime New York. Ja, is geweldig, is geweldig. Hier hebben we de keuken. Ja. Keukentje met recyclebaar dingetje. Ja, nou, het is heel groot. Ja. Mooi koelkastje, kijk, zit er heel veel in. Hey, dit is geen koelkast. Dat is een... de koelkast. Dit is de... Oh, dat is de koelkast. Ja, dat is die. Nou, kijk, er staat al heel veel in. Nou, geweldig, jongens. En deze is leuk. Hier moeten we pitten. Hier gaan we slapen. Een klein kastje. We hebben de koffers even op de grond gezet. Twee mooie bedjes. Prachtig. Leuk raampje. Ja, het is mooi. Hier hebben we nog van die hangertjes. Knopje. Werkt ook. We volgen onze weg naar de badkamer. Want in de badkamer, daar is het feest. Het is een heel hoge badkuip. Dus kan je lekker diep in. Een mooi dingetje. Voor, hoe heet dat, douchekop. Daar ben ik. Hallo. En een wasbakkie, wammetje, kijk, prullenbakje. Dat is gewoon mooi. En hier hebben we de toiletten. Ja, nou, niet heel bijzonder, niet heel bijzonder. Wat was hier ook weer? Oh ja, er is ook nog een derde slaapkamer. Ja, we zijn maar met z'n vieren. Maar het is een huisje voor zes. Ja, betaal je er meer voor of zo, denk ik. Lekker hoog. Ja, dan zie je een beetje het parkje van de huisjes. We zitten helemaal achterin, helemaal achterin. Geweldig. Daar hebben we nog een brandblusser voor het geval dat er brand uitbreekt. Het zal je maar gebeuren. En dat is het een beetje. Ja, ze zijn hier gek aan doen, Nou, en dat is het huisje. Dus vanaf hier gaan we alle activiteiten beleven. En Jim, we gaan veel plezier merken. Hè? Oh ja, zeker. Komt goed. We zien jullie... Ja. De volgende aflevering. Hey, we zijn dus nu bij de snackbar. Ja, bij een snackbar. Ik weet niet of je het ziet. Ah, lekkere schoteltjes besteld. Komen zo op de tafel. Dan gaan we lekker eten en drinken. We zijn ook bij de plaatselijke winkel geweest. Erg duur, erg duur. Dus wat we zo meteen gaan doen is naar de Lidl. Die ligt hier ongeveer een 10, 15 minuutjes vandaan. Met de fiets. We hebben fietsen gehuurd. Dan gaan we daar naartoe. Met de viertjes en dan gaan we lekker shoppen voor de rest van de week, zodat we hier niet betalen, want zoveel geld hebben we niet. Dus lekker eten, lekker vreten. En bij de volgende shot. Koud. Jo, het eten is op. En ons buikje is vol. Oh. Nou,
We zijn terug bij het huisje. We zijn dus even bij de Lidl geweest. Was verder als we dachten. Flink stuk fietsen. Maar ja, je bent er wel 10 keer zo goedkoop uit. Als hier de plaatselijke supermarkt. Maar ik laat even zien wat we hebben gehaald. Gewoon de dagelijkse dingen. Hè? Wat bolletjes, hè? Wat brood. Lekker bolletje, lekker eten. En dan hebben we een hele koelkast vol. Ja, zou je zeggen. Een koelkastje vol. En daar zit in wat siroopjes, wat gezeuzetjes, wat kaas, wat saladetjes. En natuurlijk, het alcohol kan niet missen voor de mensen die boven de 18 zijn. Nee, vla, wat kan de klaarmaaltijden. En dan hebben we het belangrijkste. Ja. Ijsjes. Ja, dat vinden we lekker. Voor de rest, ja, vandaag is de dag een beetje voorbij. Oh, yes. Met nootjes nog, wat chippies en zo. Ik ook hier lekker. Vandaag is een beetje de dag voorbij. Misschien dat we even een bordspelletje gaan doen. Zo ja, nemen we dat al, ga ik dat ook opnemen natuurlijk. En voor de rest zien we wel. Die ken jij zelf, dit Luc. Ja, ga maar. Wie is er dan? Een kaasboer uit Goorlen. Nou, daar zijn we weer. We gaan nu pannenkoeken eten. Bij een lekker pannenkoekrestaurantje. We gaan met de fiets. En ik had de fietsen nog niet laten zien. Dus ik dacht, laat de fietsen even zien. Dit zijn de fietsen die we hebben gehuurd. Laat maar even zien. Mooie bel. Ja, dat is leuk. Het zijn best goede fietsen. Het zadel is een beetje kut. Maar voor de rest, best leuk fietsje. Weer belachelijk duur. Maar voor de rest. Ah. Andere fiets. Oh, ik heb die fiets. Je hebt de verkeerde fiets. Je kan niet zien welke fiets je hebt. Want het zijn allemaal dezelfde fietsen. Dat komt namelijk zo. Je hebt hier het nummertje 71. En op de achterkant staat dan hetzelfde nummer. Dat is wel handig. Hou je ze uit elkaar. Want het zijn allemaal dezelfde fietsen natuurlijk. Eens kijken of ik hem in 1 keer goed krijg. Ik ben bang van niet. Zo ja. Ja, dat is sleutels. Nee. God, niet, ja. We zijn nu nog hier, hè. Waarom kijk je niet open? Je schoenen aan. Kom maar even op dan, maak het even op. Hier is by the way het uitzicht vanuit het huisje. We hebben de was ophangen. We moeten ook wassen natuurlijk. Ja. Ruim spullen. Yo, dan pakken we de fiets. En dan gaan we even een rondje maken richting het pannenkoekenrestaurant. Laat ik een beetje het park even zien. Het is best een mooi park op zich. Dit is het huisje. Ja, je ziet, ja, dit zijn eigenlijk allemaal dezelfde huisjes. Ze zijn vrij oké groot. Dus niet klein, niet groot. Dus oké. Hier sta ik op. Dan moeten we even wachten op persoon nummer 4. Het is wat. Dat krijg je met vrouwen. Slippers aan met schoenen aan. Laat ik even zien een beetje hier. Is best wel oké. Okay. Het is vandaag iets van 25 graden. Is mooi. Je mag met bepaalde auto's hier komen, maar niet iedereen en niet overal. Beetje raar hoe dat zit. Hier kun je het vuilnis doen. En ze denken hier aan het klimaat. Want restafval, papier, glas en papier wordt gewoon netjes gescheiden. Hier zie je nog meer huizen. Het zijn eigenlijk allemaal dezelfde. Dus je hoeft nooit bang te zijn dat je een gek huisje krijgt. Lekker weer. Lekker op de fiets. De fiets heeft 7 versnellingen. Dat is wel lekker. Dus je kan bergop, bergaf, zonder moeite eigenlijk. Voor de rest, ja. Het is een park, ja. Het is een park. Hier zie je ook andere mensen met andere fietsen. Die hebben ze natuurlijk van me meegenomen. Dat mag ook.
Hier heb je voor de kinderen een of andere adventure zone. Dus dan kunnen ze een beetje ravotten en zo. Ik zal dat een beetje laten zien even. Gaan we nog naartoe. Hier heb je wat sportvelden. Dus kan je lekker sporten, zoals tennis, volleybal, boogschieten is er één keer in zoveel tijd. Check online wanneer dat is. Nog meer afval. Netjes gescheiden. Zo, het hoort zo. We hebben hier een minigolfbaan. Dat is een buiten minigolfbaan. Betaal je eenmalig 5 euro per persoon om hier te mogen minigolven. En dan kan je dus om 10 uur beginnen. En je hoeft het pas in te leveren rond een uur of 6. Dus kan je lekker de hele dag minigolven. Meer. Dat is mooi hoor. Hier heb je zo'n bootje met die je dan moet gaan staan en met zo'n touw je dan zelf naar voren moet trekken. Hier heb je ook nog wat water, lekker veel water. Lekker gezellig. Hier rechts heb je het zwembad, maar die laat ik een andere dag zien. Best ook een oké zwembad. Met kleintjes. En helaas komt er weer wat minder gedoe. Pizza voor mij, hè. En hier kan je dus trampoline springen. Alleen je moet dus een... euro betalen voor 6 minuten springen. Dat vind ik wel een beetje belachelijk. Hier kan je met een autootje voor de kinderen rondrijden. Dan moet je ook weer extra voor betalen. Er is hier heel veel wat je moet betalen en reserveren, dat wel. Dus neem gerust extra geld mee en hou er rekening mee. En dan kan je hier dus je fietsen die je huurt, kan je hier huren en afhalen. En dan zijn we hier alweer. Het is een klein stukje fietsen. En dat is eigenlijk basically bijna het hele park. En dan heb ik mijn fiets neergezet zonder iets te doen. Altijd handig. Ze hebben ook al wasseretten. Moet je waarschijnlijk ook extra voor betalen. Het is best goedkoop om hier te verblijven, maar je moet heel veel extra betalen en reserveren. Dus hou er echt rekening mee, mocht je hier op vakantie willen. Het kan duur worden. Het kan duur worden. Het zwemmen is wel inbegrepen. Dat is door de week van 10 tot 6 open en het weekend van 10 tot 8. Hier heb je dan de fietsverhuur. Daar heb je het zwembad. Even kijken van dichtbij. Maar dat laat ik jullie nog wel zien, het zwembad. Hier kan je ook nog andere dingen huren. Dat is allemaal van berg. Een soort skelters. Het is wel vet, maar betaal je ook extra voor. Een speurtocht. En dat werkt met telefoon en QR-code. En dan kan je vanaf 1 kan je bij de activiteiten in Bali kan je een blaadje halen en dan
staat op hoe je moet lopen. Dan kan je bij elk bordje wat je tegenkomt, kan je scannen en dan gebeurt er wat blijkbaar. Verderop op dat meer kan je ook bootje varen, betaal je 10 euro per uur. Dus extra betalen is noodzakelijk. Hier is nog een speeltuintje voor de kindertjes. Oh, dat is eng hoor. Hier heb je een snackbar, een supermarkt en natuurlijk een souvenirswinkeltje. En iets vergeten, een gamehall. Oh ja, we hebben ook een kleine gamehall. Laat ik ze ook nog wel zien. Maar we gaan nu eten, we hebben honger. Dus we willen pannenkoeken hebben. En pannenkoeken zijn gewoon lekker. Dus we gaan even kijken hoe duur het is. De stek staat ook klaar. Lekker, lekker. Op aan tafel. Hier binnen in deze halde kan je ook bowlen. Laat ik even zien. Hier heb je ook een pinballmachines die dat vet vinden. Hier kan je bowlen, betaal je ook extra voor. Maar je kan gewoon bowlen. Ik geloof het is 8,50 per persoon. Dat is 8,50 voor een baan. Dus je mag met zo'n persoon op als je wilt. En dan heb je ongeveer een uur. Hier kan je even zitten. Kijk. Een paar poeltafels. Poeltafels. Je kan met geld wisselen. En hier heb je Fort Fun. Dan gaan we kijken wat hier te doen is. Lijkt me wel leuk. Oh, god. Ja, Jimmy, wat doe je toch? Ik zit hier lekker in. Een fotomomentje. Fotomoment. Het is... Ik dacht... Ik ben met kleine kinder op stap. Ik dacht dat ik gooien, maar... Wie gaan we doen? Ja, je hebt allemaal... Spullen van euro. Spelletje van euro. Godverdomme. Wel een mooie decoratie hier. Kan je zeggen wat je wil? Mooie decoratie. Ah. Kijk wat hier allemaal te doen is, jongens. Wat een plezier. Even omlaag lopen. Gevaarlijk. Wat pingpongtafels, blijkbaar. En dan hebben we hier airhockey's. Dat is boogschieten. Ja, 2 euro. Oh, het boogschieten is hier. Ik dacht dat het buiten was, maar blijkbaar is het hier binnen. En dan kan je dus hier zo, pjoe, zo in een van die dingen schieten. En wie weet, win je wel wat. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Wat nog meer airhockeytafels? Deze zijn wat groter. Voor de volwassenen. Natuurlijk betaal je overal lekker extra voor. Neem extra kleingeld mee vooral. Al kan je wel hier dus geld wisselen. Zorg wel voor dat je contant bij je hebt. Want wie weet. Moet je nu even regenen? Ja, kijk maar. Hier heb je ook van die trampolines. Maar voor mij hoef je voor deze niet extra te betalen, wat weer raar is. Het is buiten wel, maar binnen niet. Dat is gek. En die lijkt me dicht. Maar waarschijnlijk is er een activiteit ergens in de week dat de onderbegeleiding daar mag klimmen. Hier een mooi klimparcours voor de kinderen. Zelfs nog een carousel, zoals we dat noemen. Een carouselletje. En we betalen ook weer een euro voor. Dus ik neem echt klein geld mee extra. Hier kan je darten. En dan kan je hier zo staan en dan gooi je dus pijltjes. En een dartbord. Het is oké. Er is ook een kidsclub. Laat ik ook even zien.
Rackets Club. Even lopen, hè. Lopen. Ja, het ziet er wel leuk uit, hoor, moet ik zeggen. Is het daar? Ja, waarschijnlijk houden ze hier klei tekenen, dat soort dingetjes, want ik zie daar tekeningen hangen. Dus waarschijnlijk is het voor de kinderen. En dan is dan waarschijnlijk één keer in zoveel tijd kunnen ze spelen. Is wel leuk. En hier staat nog wat andere activiteiten die waarschijnlijk plaatsvinden. Wat doosjes. Waarschijnlijk is hier een soort optreden van de mascotte van het park. Het is een of ander konijn. En hier heb ik, dat is ook wel vet, hè? Kijk, hier kun je dus glowgolven. En dan heb je ook een piratenschip. Kijk, kan je mooi hier zitten. Nou, dat is chic, hoor. Dat vind ik chic. Meer thematisatie, jongens. Hier kan je glowgolven, dat laat ik zo zien, want we gaan vandaag ook glowgolven. Er is ook een soort 6D-film. Dus kan je daar op het scherm zien. Ja, momenteel zit er niemand in. Misschien gaat dat ook nog doen. Maar ja, je moet overal extra voor betalen. Ja, we zijn helaas niet rijk. Nou, dan gaan we aan tafel en dan gaan we eten. Bon appétit. Pannenkoeken? Denk ik niet. Door mijn bier heen. Toppings? Nee, ja, geen koffie, ja. Op bier. Oh. Nooit verschillen. Ja, maar dit is wel duur, hè? God. Dankjewel. Shit. Pak je bestek maar. Oké, zet die nog op. Ah. Oh, zo'n cream wipes. Lunch. Stroop. Gewoon fucking weinig stroop. Het is gewoon stroop. En voor het restaurant? Er zit alles stroop. Oh. Wat is dat andere? Moedersuikers of zo? Nee, je draagt op de bus. Wat is dat? Cleaning wipes. Met je handen. Boah, jongen, daar hou je toch al niet van. Cleaning wipes. Kom op. Excuus hier. Ik ga niet poetsen hier. Wat is dat ik hier de tafel ook nog afspoelen of zo? Nee, dit is. Even omdraaien. Verschillende hoeveelheid. Oh. Dat ze gebruiken. Die mensen daar kwamen. Welke koffie was dat? De karamel latte macchiato. Ah. Mag ik daar al twee van? Sorry? Mogen wij al daarvan? Ja. En soms moet je ook naar de wc, hè. Oh, mooi. Beetje rommelig, hè. Beetje vies, hè? Ja. Ja, dan kijk dat je het krijgt te zien. Dan zit je op de wc, dan kijk je omhoog. Zie je wc-papier door een gleuf. Er zijn zoveel kleine dingen fout. Ik weet het niet. Dan maar even het klimparcours gaan proberen voor de kinderen. Kijken of het allemaal veilig is. Want als volwassen man moet ik dat allemaal checken of dat veilig is. Het is niet om mijn plezier, echt niet. Ik vind het niet leuk, hoor. Nee, niet leuk. Eens kijken of het lukt, hoor. God. Ja, het gaat wel goed. Zo, het wordt steeds warmer hier boven. Ja, ik moet toch een mooie shots maken voor jullie, hè? Kijk daar nou.
Ik weet niet of je het kan zien, maar er liggen ballen op het dak. Ballen op het dak. Ja, wat moet ik hiervan vinden, hè? Het is een krimpelkoertje. Het is leuk. Leuk. Ik ga omlaag, hoor. Ik ga omlaag. Jullie gaan mee. Maar weer. Oh, ik vergeet jullie weer, hè. Is toch, hè? Is toch. Zo, kon je te groot in de auto voor. Even kijken. Ja. Ah, de glijbaan. Ja, moet de glijbaan toch testen. Ik ben toch een glijbaan-expert, hè? Ja. Die glijden altijd zo lekker, hè? Ja, wacht. Ja. Au. We zijn er. Nou, we gaan nu glowgolven. Dat zijn van die lichtgevende dingetjes en zo. En dan gaan we minigolven. Samantha begint als eerst. Laat maar eens zien wat je kan. Ik hoop dat je wat kan zien. Ja, dat zien we allemaal. Een beetje donker. Hey. Oh. En daar is de hol. Jacqueline, succes. Dankjewel. Helaas, mis. Simbo's. Je bent aan de beurt. Ja, je bent ook aan de beurt. Dat is gewoon vals te spelen. Ja. Jij bent aan de beurt. Jongeman. Niet zo ver terug, jong. Ja, nu ben ik. Oh. Ja. Ja, ik geef mijn hand even door. Zo, ik heb de groene bal. Hey, netjes. Ah, zo doen we dat. Zo doen we dat. Dit is nu allemaal de eerste slag geweest, ja. Hè? We gaan nu naar slag nummer 2. Dus als je erin staat, heb je nu 2 slagen. Oh, ik heb wel een moeilijke positie. Een lastige engel. Ik ben rechts, niet links. Hallo. Nou, weer tegen. Ja, dat mag. Dat kan. Helaas. Jimbo! Met de blauwe bal. Rustig aan, jong. Kom op. Shop. Dat was hem in een slag. Dat was hem in slag. Slag nummer 3. Zijn we nu aangekomen? Nee, jij moet nog een keer slaan. Ben ik nu? Ja. Oh, mijn excuses. Oh. Voorzichtig. Waar ben ik? Ja, jij was er doorheen gegaan. Ja, ik heb 2 netjes. Ja, Klokhof kampioen 2022. Zo, dan ga ik naar de andere kant. Dus in 2. Zwaar hier. Het is best babbenootje. Regel. Club er vanaf. Nee, ik ben er door. Jacquelineke. Ja hoor, die zat erin. Jimbo met de blauwe bal.
Oh. Hoi, kids. Ik ben niet. Ik ben klaar. Ben je al klaar? Ik had twee. Zo, dan is Samantha weg. Ja. Ah, dan moeten we daar wachten. Ja, wij wachten. Dan wachten we wel even in de wachtrij, joh. Ik heb genoeg boterij. Of niet, hoor. Maar dat van. Ja, we zijn een beetje. We zijn een beetje. Wacht eens maar. Ja. Zo, doe maar. Hoeft mij niet. Kijk maar, wat is dat? En nu naar hol nummer 2. Eagle. Ik kom terug. Yep. Next. Kijk eens. Oh. Puntrino's. Kom op. Ja. Zes of zo? Ja. Kom op. Hol nummer 3. Oh, dat is het weer. Niet van spelen. Yeah.
netjes. Met z'n vieren bij elkaar. En een heuvel. Samantha. Ik denk dat ik de kurk ga pakken. Jacqueline. Kom, waar ben je? Oh. Niet slecht hoor. Daar ben ik weer. Eenhandige. Hoi. Komt eraan. Kijk hoor. Ga via die hoek. En de hond één keer. Oh. Nou, nou. Niet slecht. Even.
de paal. Ah, ja, ja, ja. Nou, helaas, iedereen heeft 7, dus 7. Brouwan, naar de volgende rol. Baan nummer 5. En hier? Dat is een boot. Dan gaat hij omhoog. Hier is een gat. Daar kan hij doorheen. Komt hij hieruit. En daar is een gat. En dan komt hij daaruit. En hopelijk een hole in one. En daar is de hole. Mooi bootje. Gaan kijken. Kijk eens aan, pika.
Wil je club hebben? Gaan we weer. Bal. Hoor. Oh, stuiterbal naast de baan. Naast de baan. Ja. Jammer. Bravo. Nee! Ik kan wel een
gehoord. Warme noem. Lange ogen aan acht. En een boom. Een papegaai. En alle papegaaien. Zippelend naar rechts. Naar links. Langs de linkjes. In de kaart. Ja, ik heb wel eens last van. Ik wou het net zeggen. Ik moet dit op de andere kant. In het gaatje, zoals altijd eigenlijk.
Ja, dat is 2. Dankjewel, cameraman. Baan nummer 11, een Romeinse paal. Drie mogelijkheden. Er komen op drie verschillende uit en die komen op hetzelfde uit. Dat is leuk. Hè? Oh, dat is een foppert. Oh, je moet door het midden. Kom hieruit. Op stapels. En de hol. Let's go.
13. Cobra. En een serpent. Oh. Ja, dat is wel.
technisch gezien. Mag ik dat? Ja, dat gaat niet. Nee, hij is er niet uit. Dat gaat niet. Wacht, doe het zo, doe het zo. Ga weg. Ik vind het een slechte baan, slechte baan, slechte baan. Jimmy sloeg. Oh. Ik nog niet, ik heb niet geslagen, maar ik dacht wat komt er ballen met af. Oh, ja, nog hou het nog aan die morgen staan, Jimmy. Kijk, heel veel. Dat is wel leuk. Ja, thanks. Zoek op het uit hoor. Je mag nog één keer en dan. Laat dat maar staan. Want ze hebben al. Je staat allemaal door elkaar heen, man. Ja, doe jij dan? Ik ben er klaar. Ben je klaar? Nee, maar gooi.
7. Thank you.
fuck. Yes.
nu de tas in. Hey. Ah, lekker drinken. Een ijstietje. Op de vakantie. Dus ik ben stil. Thank you.
overbrengen.
penis. Flinke burger. Ja. Ah!
Ja. Ja. Had je hem niet? Denk zelf. Ah, godsamme. Thank you.
Dat is echt, die echt fucking groot, joh. Rust, Jenny. Oh, cool, man. De stress van haar. Kijk, ik wil het voor mijn huis. Echt. Je hebt Thank you.
veel rijden. Ja, daarom. Heb je iets, hè? Hij is echt fucking grovig, joh. Het is fucking grovig hier. Maar volgens mij is weer toch een van de oudere steden. Ja, dat moet wel. Zeeman. Van Haren, Zeeman. Ja, ik heb geen idee. Van Haren kan ik wel kijken voor de tas. Achter onze zevel uitgaan, dat wil ik wel. Zeeman is dit? Ja, ik ben overal dit. Het is laat, hè. Maar er zijn ook dingen open. Toch? Nee, dat is niet goed, bedoel je? Heerlijk. Oh ja. Oh ja. Hukkiewikkies. Huh? Dat is die winkel zo. Ze hebben een veertje. Heel oh. Nederlands. Dit is heel zo. Zout. Kan je. Ja? Dat is waar, hè? Dat is waar, man. Zilver 50% bij Van Haren. Oeh. Ja. Nou, jongens, we gaan zitten. Simon is even niks bezig. Nee. Je moet gewoon kijken of ze hier rustig hebben, meer of niet. Ga je vragen, ga je vragen meteen. Hoor. Of ik dit zoeken. Ik zie het dan zeggen, ik wil wel naar je naam was. Ik kan vragen, hè, kijken. Ik hoop dat ik hier wel in was. Zet. Kom zitten. Al rust jij niet. Oh, woe man. De stress van haar, jongen. Hier komt een vroegermuis. Echt. Je bent hier. Lekker, lekker.
Thank you.